van de Bavaria Social daarentegen wel. Mensen mogen die blijven insturen via veronica.insight.nl. Dat bij bijvoorbeeld ook Ali Sharif met een prachtige aanval. De wedstrijd in Ermelo gespeeld, loopt heerlijk over al die schijven. Lijkt die alles lekker rond. Zo lekker gespeeld, zeg hij. Niks mis mee? Nee. Nee, het was een prima aanval. Zit erin? Ja. Ja, je staat naast mij, Ali. Ja, goeiedag. Ja. Ali wie? Ali Sharif. Niet Ali B? Nee, geen Ali B. Ook niet Ali Sharif? Nee, ook geen Ali Sharif. Maar ook geen Ali B, want ik heb mijn petje gewoon nog een beetje normaal zitten. Zo is dat. En de supporters en de toeschouwers van DVS TV zullen zich afvragen, hey, wie is dat dan? Maar als ik zeg Veronica Insight, dan mag jij hem invullen. Ja, Veronica Insight. Ik heb het doelpunt van Maurice erheen gestuurd. Ja, Maurice is gewoon een goede voetballer en is een goede vriend van mij. Ja, en ik dacht, dit is het minst wat ik voor hem kan doen. En natuurlijk, ja, voor de supporters, voor de DVS natuurlijk hartstikke mooi. En voor zijn ouders ook natuurlijk. Ja, maar je hebt wel een gevoel voor mooie doelpunten. Hè? Want Veronica Insight nam het ook gelijk over. Hè? Ja, die nam het echt heel goed over, ja. Ik vond het mooiste dat René van der Gijp zei, die zit er mooi in. Ja, ja precies. Ja, en dat betekent dus dat jij DVS TV in een heel goed daglicht zet. Ja, dat ook. En Maurice natuurlijk ook. En supporters, de ouders van Maurice natuurlijk ook. En ja, dat is het eigenlijk wat minst voor ik... Ja. Je kent Maurice van? Ja, Maurice ken eigenlijk vanaf de VMBO al. Ja. Ik denk dat we nu al 15 jaar bevriend zijn. Er zit ook een mooi verhaal erachter. Ik kwam naar Nederland en ja. En Maurice heeft me eigenlijk een beetje op sleeptouw genomen met voetballen. Alleen ik voetbal toen een beetje bij Vocht toen. Ja, ik denk dat jullie niks met Vocht hebben natuurlijk, maar... En ja, tot nu toe, ja, toen ben ik eigenlijk supporter geworden van DVS en van Maurice natuurlijk. Ja, en je hebt met Maurice natuurlijk lekker op straat gevoetbald. Ja, dat ook, ja. Maar het was toen al bekend dat hij goed kon voetballen. Ja, en laatst is hij naar Go Ahead gegaan. Ja. En nu weer teruggekomen naar DVS toe. En ik vind dat je zo goed Nederlands praat. Voor mij mag je blijven ook, hoor. Ja, nee, ik mag ook wel blijven, hoor. Ja, heel goed, heel goed. Ik was al bang. Ja, je weet het maar nooit, hè. Nee, ik mag al lang blijven. Ik heb ook hartstikke naar mijn zin. Hey, wij als DVS TV vinden jouw actie zo machtig mooi en goed voor DVS in het algemeen natuurlijk, maar voor DVS TV in het bijzonder, dat wij hebben gemeend om jou een seizoenskaart aan te bieden namens DVS en namens DVS TV. En geniet daarvan, zou ik zo zeggen. Je hebt hem volledig verdiend, want je hebt verdiensten gehad. Nee, dankjewel. Ik wil ook jullie ook gewoon bedanken, zeg maar, Lex, die met mij contact heeft opgenomen. En ja, en Maurice, ja, kijk, hij gaat sowieso dit jaar gewoon 30 doelpunten scoren. Dus speel jullie allemaal op Maurice in en dan maakt hij wel even af. Zo is dat. Ja. En jij stuurt gewoon alles naar Veronica Insight. Ja, dat gaat gebeuren. Oké, bedankt. Top. Hey, dankjewel. Okay.